Ah, toch? Hallo allemaal, welkom op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Jawel, en ik ben de vlog van gisteren in elkaar aan het steken. Het is toch nog een heerlijke vlog geworden van mooie 18 minuten en 45 seconden. Daar ben ik wel blij om. En tegenwoordig ben ik wel inspiratieloos geworden voor vlogtitels. Ik weet niet hoe het komt. Maar dan moet ik wel nog eens iets op vinden. Dan, deze vlog is de laatste vlog voor de weekendvlog. Dus ik ben er over uit. Ik ga de ganse weekend stukjes filmen dus, en dan in een aftermovie gooien. Dat wordt dan vlog nummer zoveel, wacht, de 791. De 792 zal de weekendvlog worden. Voilà. De vlog 1791 en de 792, dus deze vlog, die gaat nog gewoon online komen. Maar dan gaat er vrijdags, zaterdags en zondags aan één stuk gefilmd worden. Daar steek je dan ook allemaal in elkaar en dan wordt als maandags wel een mooie weekendvlog gegooid. Wat vinden jullie daarvan? Laat het even in de reacties weten als jullie het daar ook mee eens zijn. Als ik dat ook zo doe voor andere computerevenementen, dus zogelijk ook andere LAN-parties. Zogelijk de weekend daarop heb ik opnieuw een gaming evenement al opstaan. Dat is X-LAN, dat gaat door in Nieuwerkerken. Dus daar ben ik ook wel heel blij om dat ik en wel nog iemand anders ook nog te vertoeven valt. Vlog, zoveel, Psycho TV, voilà. Aanmaken. Ik ga de toepassing laten afsluiten en dan ga ik ook nog even iets anders er nog gauw opzetten. Moet ik nog even kijken. Als ze allemaal verschillen op mijn computer, natuurlijk. C, D, E, G. En dan komt erbij H, I, J, K. Voilà. Die zijn erbij gekomen. Dan moet nog een programma even opstarten. Voilà. Die wordt nu opgestart. 11%. ...22, 44, 55... Wow, dan gaat het wel in één keer snel. 66... ....67... ...88.89%. Oké, dus dat is op aan het start. Dat is goed. Oh. Dan, de volgende stap. Mijn computer niet uitschakelen. Dat is al het belangrijkste. Oei, mijn klepje hangt er scheef in. Niet goed, hè? Oei, oei, oei. Dat is niet goed. Okay, zo. Even kijken, hè. Wat er juist aan scheelt. Die gaat weer goed toe. Nee. Ik heb een probleempje met mijn computer. Hier. Oei, oei, oei. Voilà, van boven is het afgebroken, ziet. Shit. Dat is kloten. Dat is kloten. Stuk van mijn computer kapot. Kan toch niet, hè? Ja, ik ga het nog proberen te herstellen. Hopelijk lukt dat. Of anders ja, wordt het zonder deze plaatje naar de LAN. Allee. Tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Zo mensen, ik ga nog even de deur uit. Nadat ik, mijn vlog hier al heb geüpload. Een klein dutje heb kunnen doen. Al, daar ben ik wel blij om. Kijk, ik zou samen met mijn lieve schatje nog wat Rummy Cup spelen. En dan nog naar familie kijken natuurlijk. Hier op het groot scherm, hoogstwaarschijnlijk. Terwijl is nog mijn computer ook nog altijd bezig, zie ik. Dus dat is goed. Voilà. Ik ga eens vertrekken naar mijn vader toe. Met mijn vuil was ook. Heb ik alles? Ja. Oké. Okay. Let's go.
naar mijn vader. Dus kijk maar, daar ligt mijn was. Daar gaat nu nog geen ding iets bij. Voilà. En dan moet ik wel echt mijn vader altijd en mijn moeder altijd wel heel hartelijk bedanken. En ook een familielid die ook op PlayStation 2 spelletjes cadeau doet aan mij. Yippee-kaye. Allee. Ik zie jullie allemaal straks terug. Dit is even geleden. Ik kreeg in één keer een spontane idee. Een geweldige idee. Ook voor mijn vriendin te verrassen. Jawel. Kijk eens. Twee lekkere ijsjes van de heerlijke Virano IJsbar. Huisbereide ijs. Keuze uit 24 smaken. Ook sorbet, yoghurtijs, vegan, lactosevrij en suikerarm. Verkrijgbaar. Ook milkshakes zijn daar ook verkrijgbaar. En nu asap naar mijn vriendin toe gaan. Want ons is s'avonds het ijs gesmolten. En dat willen we ook weer al niet. Allee. Salukes, dat zag allemaal in town. Hey Google, stop. Sorry als het nu ook bij jullie iets is gestopt. Sorry ervoor. We hebben dus wat Rummikub gespeeld. Bea is heel goed bezig. Bea heeft momenteel 5, 6, 7 keer gewonnen en ik nog maar 6 keer. Dus ik blijf wel echt achter, hè, bij Rummikub. Echt waar, mensen. Hoe het komt, ik weet het niet. Oké, dan wil ik ook nog even wat informatie geven in verband met de bezoekers. De bezoekers, dus... eens even kijken. Dus ja, ik ga het sowieso altijd vertellen naar het Nederlands toe. Wacht, hè. Oké. Dingen die je moet weten. ID vereist. Dus je identiteitskaart is vereist. Bij het betreden van het evenement wordt u gevraagd een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Dat overeen moet komen met de naam op het gratis bezoekersticket. Dit bezoekersticket kunt u ter plaatse of via de add-on shop verkrijgen. Dus ja, via de website van 66land.com. Het zal worden gebruikt in het kader van veiligheid en brandpreventie. Na het evenement worden alle gegevens verwijderd vervolgens de AVG-regels en richtlijnen. Bezoekersuren. Bezoekers zijn welkom van vrijdag 12 april 18 uur tot en met zondag 14 april 2024 tot 14 uur. Bezoekers zijn welkom behalve tussen 1 uur en 8 uur. Dus 1 uur 's nachts en 8 uur 's morgens zijn bezoekers niet welkom. 66land behoudt zich het recht voor om van geval tot geval uitzonderingen te maken zonder daarvoor een rechtvaardiging te geven. Rugzakken zijn niet toegelaten. Indien u als bezoeker komt, zijn rugzakken niet toegestaan bij het betreden van het evenement. Alleen mensen die het evenement bijwonen, mogen hun randapparatuur in een rugzak meenemen. Kleinere handtassen zijn toegestaan. Rugzakken moeten thuis of in uw persoonlijke auto worden achtergelaten. We staan niet toe dat bezoekers met rugzakken het evenement binnenkomen. Goedkeuring van de media. Het is toegestaan om op het evenement creatieve foto's of films te maken. Dus ik mag daar filmen. Parkeren. U kunt de auto parkeren op de Vogelzanglaan. Dit is een gratis openbare parkeerstrook vlakbij de ingang van Antwerp Expo. Bezoekersingang. Als bezoeker van de 66land kunt u via de ingang van het parkeerterrein het evenement betreden. Deze ingang vind je aan de Vogelzanglaan 5. Dit is direct om de hoek van de Jan van Rijkswijklaan.
Gelieve de locatie aan de voorziene van Jan van Rijkslaan niet te betreden. Deze ingang, dus naast ingang 2, zal gesloten zijn. Voilà, Sam. Oké, welke toernooien gaan er ook aanwezig zijn? Die wil ik ook nog eens even met jullie te overlopen. Mijn compos is 5 vs 5 League of Legends. Daar is 1500 euro cash te winnen. Gesponsord door Randstad Digital. En dan van Mobile Vikings. Counter-Strike 2 competitie. 5 vs 5. En daar is 1500 euro cash te winnen. Floriant, 5 vs 5, daar is 1000 euro cash te winnen. Dan hebben we nog Rocket League, 3 vs 3, daar is 1000 euro te winnen. 5 vs 5, Pokémon Unite, of zoiets, Unite, van Skonkora gesponsord. Dan hebben we nog de normale compos, Hearthstone, 1 vs 1. Teamfight Tactics, 8 players. League of Legends, Aram, 3 vs 3. Wingman Counter-Strike 2, 2 vs 2. EA FC 2024, 1 vs 1. Dan hebben we nog Smash Bros, 1 vs 1. Dan hebben we nog de Fun Compos, Poker, Air Hockey 1 vs 1. Darts 1 vs 1. Pool 1 vs 1. Risk 2 vs 2. Global Dominations. De LAN Party is gesponsord door... Daar wil ik jullie ook nog even mededelen. Partners zijn Randstad Digital. Mobile Vikings. XXL Nutrition, Syncora, Game Gear, VR Base, Antec, Be Quiet, Schoondarts, Stijlvol in Darts, Ziva Events, MH Productions, Lebon, IT Service, Speedseats en Umbrella Corp Consulting. Alsjeblieft. Als ik nu niet genoeg reclame heb gemaakt voor 66 land die doorgaat deze weekend 12, 13 en 14 april in Antwerp Expo, dan weet ik het niet meer. Nu ga ik rustig en wel en veilig en wel mijn schatje naar huis brengen en dan... Kijk, een lekkere douche nog nemen. Dan kan ik mijn computer nog niet eens opruimen. Want die computer moet nu nog 11 uur en 36 minuten nog, is die nog bezig met iets. Dus kan ik dat ook weer niet afsluiten. Dus ga ik zelfs ook na mijn schat heb ik teruggebracht hebben. Ga ik ook al beginnen aan mijn vlog in elkaar te steken. Dan kan die ook nog tijdig online geraken en al. En deze vlog komt niet op de gebruikelijke uur online om 19 uur, maar om 2 uur. 14 uur. Waarom? Om 14 uur. Omwille van voor een afsluiting te hebben van de vakantie, dan hebben jullie er ook iets aan. En dan kan ik ook s'avonds laat, dus ik denk 7 uur, misschien al een livestreamje doen voor jullie. Ik zie dat nog wel. Dus daarom zeg ik toe, bel ik aan en dan komt dat wel in orde. En nu ga ik mijn gsm zoeken, die ligt hier op tafel. Een parfum ga ik nog pakken. Haar parfum gaat ze nog nemen. Dat is zeker bij je. Hier. Dat is de sleutel. Ja, zit die maar aan die kant erop. Doe jij die dan open? Ik heb mijn handen niet voor mijn... Oké. Nee, dat is niet verkeerd bedoeld. En ook niet verkeerd opnemen, hè, mensen. Want ze krijgen jullie allemaal slag. Voilà, we hebben nog altijd de grote liefde.
Dus ik ga nu nog hier het licht uit doen. Als ik mijn gsm wel niet ondersteboven hou. Lichten uit. Voilà, licht is uit. Dan ga ik nog gewoon mijn jas aan doen. Voilà. Ja. Gsm, check. Jas, check. Portefeuille, check. Schattige, check. Nu, ja, die valt door naar mijn wagen. Die kan nooit wachten, hè. Die kan nooit wachten, hè. Wat ik ook wel wat klaar ben. Voilà. Nee, die moeten wat frisse lucht hebben. Dat doet ook voor haar deugd, voor mij hoor, mensen. Oh. Wat een weer, wat een weer. Zalig nu buiten, het is niet aan het regenen. Zalig. Zalig, 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 zalig. Huh, wat heb jij gedaan? Buitenkant de deur open gedaan. Oké. En dames en heren, kijk eens al wat ik al heb gedaan hier op de achterbank. De achterbank al helemaal omhoog gekrikt. Om daar mijn computerspullen morgen in te leggen. Hè? Want het is dan zover. Ah ja, mijn PlayStation. Die mocht je hier van achter leggen. En had je papa dan nog wat voor hebben? Huh? Nee, dat spelletje waar ik aan het zoeken ben, Grand Theft Auto 1. Nee, ik bedoel van de fiets. Oh, dat heb ik ook niet gevraagd. Oh. Vergeet het te vragen. Ja, ik weet niet waar het om het zout is gaan. Zet dat gewoon daar op de grond, hè. Maar vandaag is dat zo wat, ja, achter de teken. Ik ben bang dat ik het kapot maak. Dat ga je niet kapot maken, je kunt dat. Voilà, Sa. Eigenlijk moet jij dat doen, hè. Ja. Dan zit jij de shuttleman, niet ik, hè. Daar heeft ze wel eigenlijk wel gelijk in, hoor, mensen. Daar heeft ze wel eigenlijk gelijk in. Mijn grapje. Ik moet ook soms dingen doen. Ja. Het is niet altijd gij, toch? Dat is ook weer waar. Voilà. Ik ga nu vertrekken, mensen. Kijk maar, luister maar. Ik ga met een auto starten en dan... op deze fragment. Tot later allemaal. Wil je ook nog iets zeggen? Gaan we de intro al met mij ook even doen? De outro? Ja, gewoon het laatste stukje. Oké, dat is goed. Dus ja, dan ga ik ook thuis nog gaan aankomen. Ga je daar ook nog even goed aan zeggen? Ga ik dus deze vlog nog in elkaar steken? Dat is al nummer 1. 2, dat is een goed douche. Dat heb ik ook juist nog gezegd. Ook al in de vlog. Ja, ook al in de vlog. En 3, ik kan nu vragen aan mijn schat. Familie, mag je die dan kijken? Ja, ik wil die ook nog zien. Oké, voilà. Dan ga ik ook nog familie kijken en dan ga ik slapen. Heb jij nog iets te zeggen? Gewoon nog, wil je iemand de groetjes doen of zo? Ja. Iedereen gewoon een fijne dag morgen of een fijne avond. Geniet gewoon van het mooie weer, want voor je het weet is het weer voorbij. Ja, maar deze weekend gaat het echt een prachtig weerke zijn, hè? Ja. Gaat het ook warm zijn. Dus geniet ervan. En voor de rest zeg ik, vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet een nieuwe belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En voor de rest zeg ik als altijd, gaan we het misschien nu samen zeggen. Yo, 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 yo. Ja, daar liep de hond nu voor ons. En... ja, en ik was afgeleid door die hond. Ja, ze wil mee uit de auto doen. Dat hadden jullie ook gehoord, hè, mensen. Dus, nog één keer. Yo, 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 yo. Zo, mensen. Terug aangekomen bij mijn thuis. Hupsa 3. Misschien dat ik wel een... timeslapje gaan maken. Misschien. Voilà. Hallo, Kes. Dus, mijn
Strong ligt hier al in. Maar die moet ook mee, want die mag niet opstijgen in Antwerpen. Ik heb al gekeken naar de flight zones. En jammer genoeg is het daar een en al rode gebied. Misschien op de volgende locatie dat ik kan filmen in de lucht. Wie weet. En nu moet ik wel dringend naar binnen toe gaan. Waarom dringend? Ik moet ook naar de wc gaan en al. Dus daarbij wil ik even ook nog dit er even aankoppelen dat ik veilig en wel thuis ben aangekomen. Goed mensen, dus bij deze ga ik ook nu afsluiten. Hè. Tot later allemaal. Yo. Nu is het echt the end van de vlog.